welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Nou, ik ben echt afgrijzelijk slecht in plannen. Agendavoering, nou, dat is voor een huisarts best ingewikkeld, want die heeft heel wat afspraken normaal gesproken. Dus gelukkig word ik daar in de praktijk heel goed bij geholpen. Maar dat blijft nog wel een uitdagingspunt in mijn leven. Met af en toe een kleine crisis, maar daar kom ik gelukkig meestal wel uit tegenwoordig. Dus enige vorm van leren leven, zeker. Wat had je graag uit willen vinden? Als ik hierover nadenk, als het binnen de geneeskunde zou zijn, is denk ik misschien wel een van de beste uitvindingen antibiotica of paracetamol of zo. Hè? Dat zijn wel een van de toppers. Dus als ik iets had uit willen vinden, dan had ik dat misschien wel willen doen. Wie is jouw favoriete beeldend kunstenaar? Nou, dat vind ik echt een hele lastige. Misschien Rodin. Maar ik zou niet 1, 2, 3 een heel rijtje aan favorieten kunnen noemen. Maar ik vind wel dat hij hele mooie dingen gemaakt heeft. Wat is de grootste fout die je in je leven hebt gemaakt? Nou, als ik vanuit mijn boek denk, dan moet ik meteen denken aan een verhaal waar ik in mijn boek ook over schrijf. Dat het je als huisarts kan overkomen dat je een diagnose mist of te laat stelt. Wat natuurlijk hele grote gevolgen kan hebben. In het boek heb ik daar geschreven over een oudere dame met wie ik eigenlijk een hele goede relatie had. Maar waar uiteindelijk de diagnose misschien wel te laat is gesteld. Nou, en ik moet daarom ook meteen aan dit verhaal denken vanuit het boek. Maar helaas maakte elke huisarts dit wel meerdere malen in zijn carrière mee. Heb je dit boek ook geschreven voor jouw patiënten, zodat ze jou beter leren kennen? Ik denk het wel, als mensen mijn boek lezen, me beter leren kennen. En zeker als huisarts, maar ook als mens. Omdat elke huisarts neemt ook een stukje van zichzelf mee. Het is niet, elke huisarts is weer anders. En denkt anders over allerlei problemen. Dus ik weet zeker dat als ze mijn boek lezen, me een stukje beter leren kennen. Maar het is niet mijn hoofddoel van dit boek. Het is geschreven voor een veel breder publiek. Maar ze mogen het zeker lezen. Absoluut. Liever 10 aandachtvragende patiënten of 50 huisartsontwijkende patiënten? Misschien wel 10 aandachtvragende patiënten. Dan heb je in ieder geval wat te doen. Er zijn mensen die echte huisarts ontwijken en die zie je gewoon niet. En dat is voor mij lastig, omdat ik, het werken is soms lastiger als mensen heel veel moeite hebben om naar je toe te komen en die drempel heel erg hoog ervaren. Maar het tweede is dat het ook voor de patiënt zelf vaak een groot probleem kan zijn. Helaas heb ik ook wel eens meegemaakt dat mensen dus te laat hun huisarts opzochten. Dus misschien dan toch uiteindelijk liever 10 aandachtvragende patiënten. En dan moet je daar dan maar mee om leren gaan, als het echt lastige patiënten zijn bijvoorbeeld. Waarom wilde je dit boek schrijven? Nou, ik denk eigenlijk is de belangrijkste reden omdat ik het gewoon een heel mooi vak vind. En dat ik het bijzonder vind aan het huisarts zijn, dat je gewoon heel veel verhalen meekrijgt van de mensen waarmee je werkt. Dus dat is ongelooflijk boeiend, maar ook heel leuk werk. En een tweede reden is dat het ook een vak is waar zoveel nu omheen speelt, wat het ook wel soms moeilijk maakt om het goed te doen. Ja, dus er zijn zoveel krachten in het veld die het moeilijker maken soms om je werk goed uit te voeren. En ik denk dat dat ook een kant is die ik graag voor het voetlicht wilde brengen. Dus dat is een tweede reden. Dus eigenlijk enerzijds dus omdat het zo'n mooi vak is, maar anderzijds ook omdat het vak mij dierbaar is en dus ook soms beschermd moet worden tegen lastige invloeden.